Melkveehouder Arjen Elskamp uit Klarebeek bij Apeldoorn heeft de afgelopen 4 weken proef gedraaid met de mobiele voerkeuken van Lely. Het is de Vector automatisch voersysteem met een modular feed kitchen. De afgelopen weken stond het systeem op zijn bedrijf, zodat hij en andere boeren uit de omgeving konden zien hoe het systeem werkt. Het positieve is dat je helemaal niet meer aan het voeren hoeft te denken. Het voer voorschuiven en het voer voordraaien gaat vanzelf. Je hoeft eigenlijk weinig meer aan te doen wat dat betreft. En het negatieve vond ik een beetje, je moet een beetje die voerkeuken netjes houden. En met een kuivelsnijer de pakken naar binnen brengen was ik niet meer gewend en dat knoeit een klein beetje. Dus als Elskamp dit systeem definitief aanschaft, zet hij de voerkeuken naast zijn kuil neer en maakt hij de voerkeuken groter. Ja, als je voor een permanente opstelling kiest, dan maak je de voerkeuken zo groot dat je voor minimaal 3 dagen erin kunt zetten. En dan is het minder, want dan ga je gewoon inplannen wanneer dat je hem vol wilt zetten. En dan heb je er geen last van. Ongeveer 10 keer per dag gooit de machine vers voer voor de koeien. Tussendoor schuift hij ook nog een keer aan, dus hij komt ook nog vaker er langs. Ik heb hem ingesteld dat hij na het voeren, na 40 minuten, gaat hij een keer aanschuiven en de voerhoogte scannen. Als dan de voerhoogte laag genoeg is, gaat hij een nieuw vrachtje voer halen en dan gaat hij hem ervoor draaien. En dan herhaalt het zich elke keer weer. Dat verse voer vinden de koeien ook interessant. Ja, zoals je nu ziet, ze komen allemaal best wel veel naar het voerhek toe. En de koeien die reageren er heel positief op. Elke keer vers voer vinden ze toch wel heel interessant. En de conclusie van Elskamp is? In eerste instantie ben ik enthousiast over het apparaat. En we gaan er nu komende weken of maanden gaan we ervoor zitten om te kijken wat het kostenplaatje van het geheel is. En of ik het dan nog steeds interessant vind of niet. En of ik het ga doen of niet.